Sorry meneer. Ja, kijk maar eens goed. Die deed dan wel wat anders dan oude mannen stuipen blijven jaren met zo'n ding. Oh, wat deden ze dan? Dit is het monument van de gebroeders De Houtman. Die hebben de vaarweg naar Indië ontdekt. Die gingen gewoon varen en waar ze uitkwamen, dat interesseerde ze niet. Echte helden, meisje. Echte helden. En ze zijn geboren in Gouda. Daar mag je best trots op zijn. Oh, nooit geweten. Hey! Hey Loes! Weet je wat ik dus net hoorde? Deze gasten hebben dus de vaarweg naar Indië ontdekt. Oh, cool. Cornelis en Frederik de Houtman vertrokken in 1595 met 4 schepen richting Indië. Ze waren eerst in Portugal geweest om informatie in te winnen over de beste vaarroute. En hoewel er bemanningsleden sterven onderweg door scheurbuik en onderlinge ruzies, lukt het hen de vaarweg open te leggen naar de Indonesische archipel. Er is in Europa grote honger naar specerijen en andere kostbaarheden, waarmee veel geld te verdienen is. De gebieden worden veroverd en gekoloniseerd. De bevolking wordt gedwongen te werken voor de Hollanders, maar verdient er zelf niets aan. De winsten gaan naar de handelaren in Amsterdam. Waar gaat dit over? Een of ander iemand van 10 jaar geleden. Wat moeten we hiermee? Skaten! Ja, nou, even serieus. We moeten echt al met iets komen morgen. Nog een onvoldoende, dat trek ik niet. Wacht. Hebbes. Wat? Waar is dit? Kom mee. Oké. Volgens mij is het hier. Kijk daar. Is het zo? Ja. Laat me zien. Ja, kijk. Ja, die is leuk, ja. Oké, vertel maar. Wat zien we hier? Nou, wat die Erasmus heeft gezegd. Dat het tof is om iets goeds te delen. Ah, leuk bedacht jongens. En met iets goeds bedoelen jullie de chocolade. Ja. Nou, het is wel foute chocola. Fout? Kinderarbeid? Nog nooit van gehoord? Wat? Hier in Gouda? Onvoorstelbaar niet. Dat kinderen vanaf 5 jaar moesten werken. Vaak hele dagen. En ze kregen er weinig of niets voor betaald. En de omstandigheden waren vaak erbarmelijk. Maar gelukkig was er de Goudse dokter Büchner die zich het lot van deze kinderen aantrok en er alles aan deed om dat te verbeteren. En gelukkig is er nu geen kinderarbeid meer in Nederland. Nee, maar wel in andere landen. Daar hebben we het over gehad in de klas. Dat er op andere plekken in de wereld nog steeds kinderarbeid bestaat. En dat we daar iets aan willen doen. Oh, dat is niet zo moeilijk hier in Gouda. Oh, hoezo? Nou, met al die fairtrade-winkels toch? Oh? Dr. Willem Frederik Büchner vestigt zich in 1802 in Gouda. Het valt hem op dat de gezondheid van de inwoners zeer slecht is. Hij rekent uit dat de gemiddelde levensverwachting van een Goudenaar maar 21 jaar is, schrikbarend laag. In Londen bijvoorbeeld is de levensverwachting bijna 40 jaar. Met name de gezondheid van de kinderen is zeer slecht
en Büchner wijt dit vooral aan de kinderarbeid, die in die tijd een normale zaak is. De kinderen werken in de pijpenmakerijen en maken lange dagen van 's morgens 5 tot 's avonds 9 uur. Ziekten en vroege dood zijn het gevolg. Sommige kinderen worden niet ouder dan 6 jaar. Ook nu nog zijn er wereldwijd 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar aan het werk als kinderarbeider. Deze cijfers zijn schattingen en het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Kinderarbeid komt niet alleen voor in de kledingindustrie in India, maar in alle aspecten van de wereldeconomie. Zo zijn in Ivoorkust veel kinderen die door armoede worden gedwongen om te werken op de cacaovelden. Wij zijn sowieso in de juiste straat. Oké, daar. Hier moeten we zijn, volgens mij. Goedemiddag, kan ik jullie misschien helpen? Ja, we zijn op zoek naar Fairtrade producten of zoiets voor school. Dan ben je op de goede plaats. Wij hebben heel veel Fairtrade producten en ook hier in de straat en de omgeving worden Fairtrade producten verkocht. Oh. Wat zoeken jullie precies? Fairtrade chocola. Dat hebben we zeker. Wat vind je lekker? Doe me maar iets van melkchocolade. Voor mij puur. Kijk, dat is het logo van Fairtrade. Wacht, heb jij het info bij je? Ja, top. Ja? Oké.